bij Dag Den Haag van donderdag 28 januari. Dit keer vanuit Bohemen met de volgende onderwerpen. Savorin Lomanplein is het beste winkelcentrum van Den Haag. Autoslopen op de Binkhorst gaat verhuizen. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen voelen we Christelijk Sociaal Den Haag SGP aan de tand. En sportclub Remo houdt stand. Maar nu eerst het korte nieuws van de dag. Ambtenaren en rock'n'roll? Een vreemde combi of toch niet? Gisteren speelden 5 ambtenarenbands het dak van het stadhuis eraf voor het goede doel War Child. War Child ligt toch aan ons hart. En we hebben gezegd, nou, als wij onze talenten inzetten voor de kinderen die in die oorlogsgebieden zitten, dan kunnen we misschien een steentje bijdragen. De autosloopbedrijven uit de Binkhorst gaan verhuizen naar een bedrijventerrein langs de A12 bij Nootdorp. Maar de meningen hierover zijn verdeeld. Het heeft 11 jaar geduurd om het besluit er doorheen te krijgen. De gemeente gaat straks het bedrijventerrein omtoveren tot een hippe woon- en werkwijk. Zoals in de krant ook gestaan heeft, en zoals nu naar ziet, gaan we inderdaad tussen nu en x aantal jaar denk ik verhuizen. Dan kunnen we eindelijk verder met de ontwikkeling van het bedrijf en het bedrijf een stuk moderniseren. En verder met waar we nu al jaren mee bezig zijn. En zorgen dat het gewoon allemaal een hele nette, moderne demontage wordt. Ja, daar zal natuurlijk ook van de bedrijven een forse investering gevraagd worden. Dus er zal veel geïnvesteerd moeten worden. Kost veel tijd, moeite, geld. En dus niet alle bedrijven zullen dat op kunnen brengen. Het is te hopen dat de gemeente nog een klein stukje grond voor ons over heeft en dat we er ook mee mogen. Voor ons is het heel vervelend natuurlijk, want wij staan dadelijk zonder werk. De Savorin Lomanplein is uitgeroepen tot beste winkelgebied van Den Haag. En ik ga eens even kijken of het shoppubliek zelf dat ook vindt. Hoe voelt het om uitgeroepen te worden tot beste winkelgebied van Den Haag? Nou, dat is natuurlijk een hele eer en ook onverwacht, want wij wisten niet dat dit onderzoek plaats had gevonden. Dus het is een goede verrassing voor ons. We hebben natuurlijk een overdekt winkelcentrum, waardoor met iedere weersomstandigheid goed gewinkeld kan worden. We hebben een ruim aanbod van goede speciaalzaken en we zijn een veilig winkelcentrum. Wat vindt u nou van het winkelcentrum? Ja, gezellig. Het is ons thuis, hè? We komen hier echt iedere dag. Wat vindt u zo fijn aan dit winkelcentrum? Nou, het is overdekt, dus je loopt altijd droog en warm. Dat is in Nederland wel fijn, ja. Ja, zeker. En het is gewoon, ja, het is gewoon gezellig. Uit het onderzoek blijkt dat jullie vooral goed scoren op de bereikbaarheid, parkeergelegenheid, er is geen leegstand en er is veel aanbod in de levensmiddelensector hier. Bent u het ook daarmee eens? Ja, we hebben hier een groot parkeerdak wat gratis is. En er stopt hier in de lijn 3, de Randstadrail stopt hier pal voor en er komen nog 2 bussen hier in de buurt. Dus we zijn inderdaad goed bereikbaar. Wat zou u hier graag nog willen zien? Er waren plannen voor een HEMA en er zouden misschien wat meer kledingzaken kunnen komen, ook voor kinderen of een dierenspeciaalzaak. Dat soort zaken die missen we hier nog wel. Nou ja, het zegt me eigenlijk niet zoveel hoor. Als ik hier maar goed kan winkelen, dan vind ik dat prachtig. Heb je zin in boodschappen doen? Nee. Nee, maar heb geen zin. Nou, dat wordt leuk. Succes ermee. Ja, dankjewel. Studenten krijgen vanaf 11 februari een speciale studentenpas, waarmee ze korting krijgen op culturele en sportevenementen. De studentenpas is echt puur op student gericht in alles. Dus het is een hele vrolijke pas. De stemming in de stad moet gericht zijn op studenten. Dus wij willen daar ook gewoon op die manier zoveel mogelijk blokkades opheffen. Nou, wat doe je dan? Dan maak je eigenlijk één toegangskaart voor alles wat voor studenten aantrekkelijk is. Als je als eerste de pas wil hebben, dan moet je gewoon 11 februari naar het Paard van Troje. Daar wordt op een hele bijzondere wijze dan de pas ook aan de studenten uitgegeven. En de volgende stap is dat er een roadshow komt langs de verschillende hogescholen. En daar kan je de pas dan ophalen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen presenteert Dag Den Haag de lokale politiek. Op wie gaan we stemmen en waarom? Dat is de aanpak van coffeeshops in Den Haag en de prostitutie, de aanpak van de prostitutie. En de tweede belangrijke speerpunt is
de eigenheid, het karakter, het behoud ervan van dorpen als Loosduinen en waar we nu zijn, Scheveningen. Hoe Haags is uw partij? Nou, die is heel erg Haags, want hier voor u staat een ras Hagenaar die hier geboren en getogen is. En ook op mijn lijst staan ras Hagenaars, ras Scheveningers. Met hoeveel zetels gaat u er vandoor? Nou, dat weet ik dus niet. Ik hoop dat we 1 zetel halen. En ik heb zelfs voorspellingen gehoord van 3 of 5 of 6. Maar dat zijn de grootste optimisten. Ja, en het gaat eigenlijk ten koste van niemand. Want er zijn op dit moment 45 zetels. En voor de verkiezingen, ja, dan probeer je 1 van die zetels of meer van die zetels te bemachtigen. Dus ik pik ze van niemand af. Gaat er iets veranderen na deze verkiezingen? Ik heb geen glazen bol, maar ik weet bijvoorbeeld wel dat een PVV hier meedoet in Den Haag. Nou, als ik opiniepeilingen lees, dan zou het me 6 zetels halen. Ja, die gaan wel ten koste, denk ik, van andere partijen. Die zullen dat, ja, dan minder zetels halen. Dus ja, het kan wel zo zijn dat het politieke landschap er na 3 maart 2010 anders uit gaat zien. En dan nu de coalitiekubus. Nou, ik kies nummer 7. Hé, hoe geef ik jou weer 7? Dat is VVD, dat is Ton en D66. Ik zou hem te eenzijdig vinden. Want Den Haag is echt veel meer dan de VVD, dan Ton en D66. Sportclub Remo in wijkvereniging De Verademing begon als Surinaamse familievereniging, maar is nu uitgegroeid tot multiculturele ontmoetingsplek waar vooral voetbal centraal staat. Wij spelen al sinds 2004 bij De Verademing. En dat is een hele nieuwe complex neergezet. Meer de opzet van de wijk naar de sportclub te halen. Zodat de buurtmensen meer gaan sporten. We zijn een kleine vereniging, maar ik moet het heel voorzichtig toch zeggen. We hebben een beetje ledenstop voor de jeugd, omdat we weinig vrijwilligers hebben. Wat maakt Remo zo speciaal? Het is toch iets anders dan vroeger, maar er zijn meer nationaliteiten erbij gekomen. En voor de rest, ja. Wat was het verschil met vroeger? Vroeger was het meer een Surinaamse club. Maar nu het meer eigenlijk centraal zit in Den Haag, dan komen er toch andere nationaliteiten erop af. Dus, en dat maakt het ook wat leuker. Je hebt verschillende voetballers, groot talent ook. En hoe lang ben je hier al bij Remo? Sinds dit seizoen. Dit seizoen? Ja. En wat hoop je verder in de toekomst te bereiken hier zo? Gezellig voetballen met, deze mensen hier zo. En dat het leuk is om te voetballen. En wat is belangrijker, voetbal of toch de gezelligheid? Ja, gezelligheid. We zijn een club met heel diverse samenstellingen eigenlijk. Veel Turken, Marokkanen, Hindustanen, Surinamers, Negers, Antillianen. Dus heel divers. We hebben ongeveer iets van 40 nationaliteiten hier voetballen eigenlijk. We hebben 6 seniorenteams, 10 jeugdteams eigenlijk. Als aan de mei bestaan we dan 35 jaar. Dus dacht ik in het Zuiderpark opgericht. Een beetje wildvoetbal gedaan. En op enig moment zijn ze georganiseerd gaan voetballen bij de KNVB. We hebben ongeveer 300 leden nu. En de mensen vanaf het begin dan eigenlijk zijn een paar uitgestapt. Een paar terug naar Suriname. Maar de meeste mensen die zijn niet nauw betrokken meer, maar ze komen toch wel met regelmaat terug om de wedstrijd te kijken. En of als er een feestje is of zo, dan... Zijn hier ook feestjes? Ja, ook feestjes, ja. Dus met kerst hebben we een feestje bijvoorbeeld en in de zomer. Dus gebeurt wel eens als we de vrijwilligers willen bedanken met een etentje en een beetje muziek. Dus we proberen wel de gezelligheid erin te houden natuurlijk. Kom een keertje kennis maken met de wijkpark Verademing en de voetbalvereniging SC Remo. Tot zover deze aflevering van Dag Den Haag. Maar natuurlijk niet voordat we naar het weer hebben gekeken. Dit keer met Victoria. Zwaar bewolkt met lichte regen of motregen. Vanavond blijft het bewolkt, maar wordt het droger. Het is 1 graad of 2. Morgen valt er de hele dag neerslag. De regen gaat in de loop van de dag over in natte sneeuw. De wind draait en waait met kracht 4. Het wordt maximaal 4 graden. Hartstikke goed gedaan. Gelukkig gaat het morgen niet vriezen. Nee, gelukkig niet. Daar heb ik het wel een beetje mee gehad eigenlijk. Ja, ik ook. Wat ga jij nu doen? Ik ga naar het zwembad. Oh, lekker. Overdekt hoop ik, hè?
Ja, gelukkig wel. Oké, nou, dag Den Haag, tot morgen. Dag.